Goedendag, welkom bij deze nieuwe 30-daagse video van Weerplaza. De meteorologische herfst loopt ten einde en dat betekent dat de meteorologische winter, die op 1 december begint, alweer nadert. Nou, we beginnen even met een plaatje van 18 jaar geleden. Die ziet u hier op de achtergrond, 25 november 2005. Toen er een enorm pak sneeuw viel in sommige delen van het land, met name in het oosten en zuidoosten, lokaal zelfs wel meer dan 30 centimeter. Nou, dat moeten we nu niet direct verwachten op de korte termijn, maar er zijn delen van Centraal- en West-Europa die dit soort plaatjes wel kunnen maken binnenkort. Ik denk volgende week al bijvoorbeeld in delen van de Ardennen, in het Sauerland en al helemaal aan de noordzijde van de Alpen, want in die regio's wordt her en der enorm veel sneeuw verwacht. Nou, wij liggen nog een beetje op de grens van die zachte en die koude lucht, maar de winter gaat toch wel een poging doen om ook al tot onze omgeving te komen. We beginnen even met een satellietbeeld van vanmiddag. Een prachtige opname met een lange buientrein helemaal over de Noordzee tot onze omgeving. Die buien die ontstaan voor de Noorse kust worden onder andere gevoed door het relatief warme water van de Noordzee. En trekken dan over onze omgeving Europa in. Nou, intussen zien we al een mooi besneeuwd Noorwegen. Ja, bij ons zal dat voorlopig nog niet gebeuren. Maar die buien die gaan de komende dagen geleidelijk wel wat vaker een winters karakter krijgen. Want met die noordelijke stroming wordt de lucht eigenlijk steeds kouder. Nou, die satellietfoto kunnen we eigenlijk één op één kopiëren met deze weerkaart, de hoogtekaart. Dit is voor komende week. Nou, we zien nog steeds een groot lage drukgebied ten noordoosten van ons en een hoge drukgebied tussen IJsland en Schotland en dat houdt eigenlijk een noord tot noordwestelijke stroming in stand. Tegelijkertijd gaat de straalstroom, dat is een sterke wind op zo'n 10 kilometer hoogte, waar langs ook de meeste lage drukgebieden zich bevinden. Die gaat een vrij zuidelijke koers aanhouden over het zuiden van Europa, midden van Europa. En dat betekent dat sommige lagedrukgebieden wel eens onder ons langs kunnen duiken, zoals we dat ook wel noemen, over België of over Frankrijk. En dat betekent dat wij voorlopig wel in de koude lucht zullen blijven. Dan gaan we even naar de animatie voor de komende tijd. En dat beeld zien we eigenlijk mooi terugkeren. Hier duikt bijvoorbeeld zo'n lage drukgebiedje Europa in, ten zuiden van ons langs. En zo'n situatie zou wel eens een keer sneeuw kunnen geven. Hier zien we er nog een, volgende week donderdag of vrijdag. En zo hebben we meerdere situaties volgende week. die potentieel wel wat winterse neerslag kunnen geven. En misschien dus wel eens voor het eerst een wit landschap kunnen brengen. in sommige delen van Nederland of België. Nou, een groot deel van Europa heeft te maken met die koude lucht. En ja, dat zien we ook op de luchtdrukverdeling. Daar ligt een heel sterk hoge drukgebied boven het noordwesten van Europa. En dat blijft daar voorlopig eigenlijk vrij stabiel liggen. Intussen zakt dus een trok, zoals we dat noemen, met koude lucht over een groot deel van Europa uit. Met dus die vrij lage temperaturen en die winterse buien. Oh, dat zien we dus ook op de temperatuurkaart terug waren dus beneden het langjaar gemiddelde volgende week. En ja, die kou die reikt eigenlijk helemaal tot het Middellandse zeegebied. En dat betekent dat dus onder andere in de Alpen grote hoeveelheden sneeuw soms kunnen vallen. Wel vooral langs de noordzijde, want aan de andere kant van de Alpen, langs de zuidkant, ja, daar blijft het onder dit soort omstandigheden overwegend droog en vaak ook vrij zonnig. Nou, bij ons volgende week temperaturen zo'n 2 of 3 graden gemiddeld onder normaal. Normale waarden voor eind november, begin december zijn zo'n beetje 6, 7 graden overdag en een graad of twee s'nachts. Nou, daar zitten we dus wel een klein stukje onder. Daarmee is het niet echt heel winters, maar het is wel duidelijk te koud voor de tijd van het jaar. Verder naar het noordoosten zit nog veel koudere lucht. Daar is het wel echt winter en daar blijft het op veel plaatsen overdag ook vriezen. Nou, dat is bij ons dus nog niet aan de orde. Dat zien we ook heel goed terug in de pluim. In eerste instantie is het nog aan de zachte kant. Dat zal ook nog dit weekend gelden, met temperaturen van zo'n 7 tot 9 graden. Maar vanaf maandag dan gaat de temperatuur verder omlaag en komt dan gemiddeld genomen dus het etmaal gemiddelde dag en nacht samengeteld uit rondom het vriespunt, s'nachts een paar graden eronder, overdag een paar graden erboven. Maar wanneer er een keer sneeuw zou vallen en zou blijven liggen, dan kan het ook zijn dat die temperatuur zomaar een paar dagen nog een stuk lager uitkomt. Maar dat is dus echt onzekerheid en dat zijn situaties die vlak van tevoren, 12 tot 24 uur vaak van tevoren, echt pas duidelijk zullen worden. Kijken we een weekje verder, dan zitten we al richting half december. Dan zien we eigenlijk dat er niet zo heel veel verandert aan de weerkaart. Dat hoge drukgebied ligt nog steeds boven het noordwesten van Europa, breidt zich langzaam misschien een klein beetje uit richting Lapland. En die straalstroom, die signalen voor lage druk, liggen nog steeds over of veelal ten zuiden van onze regio. Dat betekent dat in grote lijnen aan het patroon niet zo heel veel verandert. En dat dus die koude lucht nog steeds kans maakt om ons af en toe aan te doen. Dat betekent ook dat als er neerslag valt, dat dat soms winterse neerslag kan zijn. Temperaturen daarbij nog altijd vrij ruim beneden het langjarig gemiddelde voor de tijd van het jaar. Overdag spreken we in deze situatie gemiddeld genomen over. 2 tot 5 graden in de nachten kan het soms een paar graden vriezen. Maar nogmaals, als er een keer sneeuw komt te liggen, als er een keer sprake is van een sneeuwdek en dat zal vooral ook boven centraal Europa gelden, dan kan het zomaar zijn dat het een paar dagen echt duidelijk kouder blijft en dat het misschien ook overdag wel een keertje blijft vriezen. Nou, neerslag valt er genoeg. Die lage drukgebieden zitten, liggen dus dichtbij. Die volgen een route zo'n beetje vanaf de oceaan richting Frankrijk en dan Centraal-Europa in. En zullen ons van tijd tot tijd ook wel aandoen. Dat betekent dat er dus gemiddeld genomen meer neerslag valt dan gebruikelijk. En dat zal ook zeker voor komende week gelden. Of dat dus allemaal regen is, moeten we nog even afwachten. Want af en toe kan het dus soms ook best even sneeuwen. Nou, dan slaan we even twee weken over omdat die signalen heel onzeker zijn. Zo'n beetje de periode vanaf 10 tot en met 20, 22 december... zien we eigenlijk nauwelijks signalen op de weerkaart. En dat heeft als reden dat er ja, heel veel onzekerheid is. De clusters lopen zo ver uiteen, de clusters van berekeningen, die zijn zo onzeker... Een groepje berekent nog steeds een hoge drukgebied boven Scandinavië en het noorden van Europa, waardoor de kou dus nog steeds af en toe bij ons kan komen. Maar ook een duidelijke groep met berekeningen laat vervolgens een lage drukgebied ten westen van ons ontstaan, waardoor geleidelijk aan een zuidwestelijke stroming kan opsteken met dus veel zachtere lucht. Nou, dat is ongeveer om het even, dus daar valt eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Maar ik wil u wel alvast even meenemen. Naar de kerstweek. Dat is natuurlijk nog heel ver weg, maar valt al wel bijna binnen de 30-daagse termijn. En we gaan dan vast even een kleine blik werpen op het weer ja, wat rond die tijd wordt verwacht. En dan zien we toch een duidelijk signaal voor een lager drukgebied ten westen van ons. En dat betekent dat richting de kerstdagen de kans op een west- of zuidwestelijke stroming wel langzaam gaat toenemen. En dat zien we ook op de temperatuurkaart, want dan kleuren de kaarten in één keer. Maar wit of lichtrood, dat betekent dat de temperaturen wel geleidelijk gaan oplopen onder in dit scenario. Maar hier op de rand van de kaart zien we nog steeds blauwe kleuren. Dat is Scandinavië, daar ligt de koude lucht nog steeds en die ligt best wel dichtbij. De grens komt in dit scenario ongeveer bij Denemarken uit. Dat betekent op deze termijn natuurlijk dat het nog makkelijk kan verschuiven en dat het nog makkelijk een stuk kouder of evenwel een stuk warmer kan worden. We zien wel de laatste jaren dat de kerstdagen en met name ook de periode richting nieuwjaar vaak ronduit zacht verloopt met een stevige zuidwestenwind en hoge temperaturen, vorig jaar zelfs recordhoge temperaturen. Maar dat biedt geen enkele garantie. Wat we wel te kaarten zien, is dat de koude lucht de komende weken, en dus ook richting half en eind december, in elk geval een poging doet om zich te nestelen boven een deel van Europa. Ja, en wat dat dan voor een effect bij ons heeft aan een warme Noordzee, ja, dat moeten we natuurlijk even afwachten. Dat komt echt op details aan. Maar dat de kansen liggen op een wat koudere periode, dat is wel duidelijk. Ik wens u alvast een goed weekend.